dames en heren. Hij heeft altijd en overal iets op aan te merken. Het is nooit goed bij hem. Een groot applaus voor Kees Kniezoor. Wat een ontzettend vervelend programma is dit toch? Kees, leuk dat je er bent. Je hebt je weer aan iets geërgerd. Klopt. En waaraan deze keer? Kinderliedjes. Oh? Welk liedje precies? Altijd is Kortjakje ziek. Ik heb me kapot geërgerd. Wat een stom lied. Oh ja? Ja. Dat is mijn favoriet. Altijd is Kortjakje ziek. Midden in de week, maar zondags niet. Oh ja? Wat is dat voor onzin? Pardon? Als je altijd ziek bent, midden in de week ben je altijd ziek. Maar zondags niet. Dus maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag ben je ziek. Maar zondags niet. Weet je wat je dan hebt? Nou? Aanstelleritis. Dat vervelende vrouwtje is helemaal niet ziek. Kortjakje, als je kijkt, doe even normaal. Juist. Kortjakje. Luilakje zou je bedoelen. Wat een niksnut. Oké. Was dat het, Kees? Nee. Want waar ik me ook ontzettend aan geërgerd heb, is het liedje Hoedje van Papier. Verschrikkelijk. Oh, die vind ik juist heel leuk. Ja. 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van. Ja. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Ja, dat begin gaat nog wel, maar dan komt er totale nonsens. Hier, als dat hoedje dan niet past, zet het in de glazen kast. Ja, maar wat is daar nou mis mee? Een hoedje van papier. Een papieren hoedje. Kijk, hier. Hier heb ik zo'n hoedje. Als zo'n hoedje niet past, weet je wat ik er dan mee doe? Nou? Dan gooi ik het in de prullenbak, dan verscheur ik het. Maar dan ga ik het toch niet in een glazen kast zetten? Een hoedje van papier. Doe even normaal, mensen. Ja, maar het is toch maar een liedje? Nee, het is maar een hoedje van papier. Helemaal duidelijk. Dankjewel voor dit gesprek, Kees. Ja, ik zag twee beren broodjes smeren. Ook al zoiets levensgevaarlijk, man. Daar ga je toch niet naar gaan staan kijken? Dan moet je maken dat je wegkomt. Een beer met een mes. Doe even normaal. Ja, tot de volgende keer. Dames en heren, Kees Kniezoor. NPO Zeppelin.